Ik sta hier bij een kasteel, Annex Hotel, Groot Engelenburg in Brummen. Prachtige plek. Ik kom er niet voor, maar ik moet er even iets over vertellen. 1624, afgebrand door de Spanjaarden en opnieuw opgebouwd door de familie Schimmelpenning. En in de 19e eeuw weer gerestaureerd, andere stijl, neoclassistische stijl. Heb ik dat goed? Klassicistisch. Pak het op en in en in. En in een neo... En een neoclassicistische stijl opnieuw opgebouwd. Daar komen we helemaal niet voor. We komen voor deze Amerikaan. Of was de Fransoos? Voor de kennis, die zagen natuurlijk direct. Kijk, het is een Facel Vega. De naam Facel is eigenlijk ontstaan door een zekere Jean Danino. Wie was dat nou? Dat was een carrossier. Die bouwde koetsen en carrosserieën voor beroemde merken als Delahaye en Delages en dergelijke. En in 1956 zei hij, ik kan dat zelf ook wel. Ik ga een auto ontwikkelen. Nou, dat was dit. Hij wou een hele luxe auto ontwikkelen. Een hele kostbare auto, want hij was ongelooflijk duur. Je kocht er 4 Citroën DS'en voor, kunt u zich voorstellen. En 2 nieuwe Mercedes'en voor zo'n auto. En waarom was hij nou zo duur? Ja, dat weet eigenlijk niemand. Want er zit maar gewoon een simpele, dikke, 8-cilinder motor in van Chrysler. Een Hemi V8. Van 6,4 liter met 316 pk, dat wel. Maar ja, die hoef je niet te ontwikkelen. Dus die konden ze gewoon kopen. Waarom is hij dan zo duur? Tja, hij is extravagant. En hij had natuurlijk die suicide doors. Ik zal het even laten zien. Zelfmoorddeuren. Kijk, suicide doors, hè, betekent natuurlijk 4 deurs. En we praten hier over een excellence. Dus een Facel Vega excellence, waar er maar 152 van gemaakt zijn. Maar dit was de duurste. Dit was de enige 4 deur. Dus u begrijpt wel, dat was voor de rijken der aarde. Het leuke van deze auto is, deze leuke, fantastische geschiedenis. Ik zal het u laten zien. Kijk eens. En weet u wie dat is? De auto werd gekocht door Frank Sinatra. Dus deze auto is gekocht door Frank Sinatra. Voor zijn geliefde, avant-garde. U ziet het wel. Frank had een goede smaak. U ziet het, hè? Het is toch leuk als je een auto hebt, Frank Sinatra. Kom schat, we gaan rijden. Ja. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. Weet je wat nou zo jammer vind van zo'n prachtig dure auto? Dat er zo'n tractorstuur in zit. Kijk. Het is toch helemaal niks dat stuur? Nee, daar had je toch wel een mooi stuur voor kunnen bedenken. Terwijl ze zoveel moeite gedaan hebben voor het design. Ik zal het u laten zien. Dit is hout, hè? Dat ziet u, hè? Dat is hout. Dat is dus geen hout. Dat is geschilderd. En daar is één man hadden ze in dienst, geloof het of niet. En die deed niets anders als dashboarden schilderen. Die was gewoon een week druk met zo'n dashboard. Werd met de hand geschilderd. Ja, dat hemeltje heeft de designers zich laten inspireren door... De Moulin Rouge, denk ik, of zo. Ja, klopt ook wel. Ze werden in Parijs gemaakt. De Moulin Rouge, ja, daar is hij. Ja, dat zal het zijn. Kijk maar. Oh, gaat de deur los? Doe niet de koeling. De deur wel goed, deed toen Aaldering. Als vanaf eruit. Kijk, een beetje gecapitoneerd plus. U ziet het, hè? Hier staat het excellence. Ik zal eens even wat geks laten zien. Kijk. Kijk. Wat hebben die mensen toch altijd met een gereedschap in die auto's? Alsof die dingen kapot gaan. Ja, af en toe ging er wel eens één kapot. Natuurlijk ging er wel eens één kapot. Maar dat vind ik zo leuk dit. Hoe ze dat gedaan hebben. Is toch fantastisch. Kijk, eens een koffertje. Hop. Heb ik nooit eerder gezien. Oh, listen, sister. I love my Mr. Man. And I
Nou, die auto kostte dus 57.000 gulden. Daar kocht je dus kasteel Engelenburg voor in die tijd, denk ik. En wat het gekke was, dan kwam alles er nog bij. Als je elektrische ramen wou, was plus. Als je de stuurbekrachtiger wou, wat deze auto heeft, plus. Als je rembekrachtiger wou, plus. Dus, ik denk dat deze auto wel gekost heeft 65.000 gulden in die tijd. Ik denk als we dat nu zouden indexeren, dat het misschien wel 6,5 ton zou zijn. Zou dat kunnen? Ik heb geen idee, ik sla maar een slag. Fish gotta swim, birds gotta fly. Ja, ik zit op de heilige plek. Ik zit op de plek van avant-garde. En Frank Sinatra met trompetten waarschijnlijk naast. Ja, het is natuurlijk geweldig als je erover nadenkt dat deze auto van binnen helemaal origineel is. Uit 1958, is best wel heel bijzonder hoor. En dan van zo'n beroemdheid, ja, is toch leuk. Financieel is geen extra meerwaarde moet ik zeggen, maar het is wel leuk. Volgende week is Nico er natuurlijk weer. Maar dan met iets anders dan gewoonlijk.